De KRO presenteert... Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. En Joke Bruis. Sjoerd Plezier. En Moena Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee naar de 50er jaren. Toen geluk heel gewoon was. Ja. Idioot. Moet nou wakker worden. Ik ken er boven niet in. Zus heeft de deur op het nachtslot gedaan. Dat is jouw probleem. Met jou ook. Zus erachter komt dat ik over 2 uur pas thuis was. Vertelt ze het dan Nel? Dat wel. Hey, ik ga hier wel even over de brandtrap. Als je me zachtjes doet. Het dingetje zit vast. Laat mij maar. Doe wel voorzichtig, ja, want die dingen zitten nog wel klem. Maar soms schiet ze ineens los. Doe Als je mij niet had gehad, had je het hele huis wakker geschreeuwd. Als ik jou niet had gehad, had ik al lang achter de gebreide broek gelegen en naar buiten. Beetje kruipolie. Ik zou morgen mijn zwembroek maar aandoen, want volgens mij krijgen we regen. Schiet daar maar op, jij. Ik denk even een kopje warme melk maken. Ik kon niet slapen. Nieuwe pyjama. Weet je hoe laat het is? Over 11. Inderdaad. 3 uur over 11. Weet je dat je deze week al elke avond op stap bent? Elke avond? 3 avonden toch pas? Het is woensdag. Ja, belangrijke vergaderingen. Dat zal wel, ja. Ik zit elke avond alleen en jij staat de beest uit te hangen op de kegelclub. De beest uithangen op de kegelclub, ja, dat denk jij. Maar toevallig zitten wij op de kegelclub in een belangrijke financiële crisis. En het is mijn taak als penningmeester om te zorgen dat we eruit komen. En als me dat toevallig niet lukt, dan kunnen wij binnenkort onze ballen wel aan de willen hangen. Het is mijn werk, Nel. Ik moet zorgen dat de clubkast volkomt. Anders is het afgelopen met kegelen. Je hebt de omzet van de kantine, toch? En die is heel behoorlijk. Ik heb ook nog een kegel mee naar huis genomen. Nelly Kooiman. Het is laat. Ik ga hier niet staan bekvechten. Maar jij komt deze week de deur niet meer uit. Punt. Ik waarschuw je, Nel. Dat doe jij niet nog eens. Oh.
je hoeft niet te fluisteren. Ze is al wakker. Geweldige ruzie gehad. Waarover? Of de Blue Diamonds echt uit Indië komen. Volgens mij uit Den Haag, hoor. Ramona, I love you. Over dat late thuiskomen, natuurlijk. Oh, net als bij mij. Ik wil net naar binnen klimmen. Doe ze ineens het raam naar beneden, zegt die zus. Ik lag bijna onder de guillotine. Hopelijk is het morgen over, want dan moeten we gaan klaverjassen bij Arnold Buisrogge. Dan komen de deur nooit meer uit, man. Oh nee, dan moet jij eens opletten. Die Buisrogge is heel belangrijk voor mij. Is die al chef dan? Nog niet, maar dat kan elk moment afkomen. Nou, zeg je dat toch tegen Nel? Dat je het nodig hebt voor je promotie? Ja, die gelooft natuurlijk nooit dat ik promotie kan maken door te gaan klaverjassen. Zullen we de vrouwen meenemen? Waarheen? Naar Buisrogge zijn huis. Om te kaarten? Schijn haar toch uit, man. De enige kaart die zus kent is Johan kaart. Nee, dat was mijn idee. Hij wou gewoon dat we gezellig langskwamen op visite. Maar dat leek mij nogal saai. Maar ik denk, nou is beter dan niks. En twee vliegen in één klap. Ja. Die meiden zijn een avondje uit. En jij kan je inlikken bij die Buisrogge. Ja, daar gebruik ik zijn vrouw voor. Ja. Dan loopt u altijd geweldig over op te scheppen, joh. Hij is net getrouwd. En dan ga ik de hele avond zitten zeggen dat ze zo'n geweldige huisvrouw is en dat soort dingen. Nou, dan eet die Buisrogge natuurlijk binnen de kortste keer uit mijn hand. Simon Stok, yes. Mee naar boven. Zus, we hebben een verrassing. Ja, ho, niks zeggen. Even Nel erbij halen. Nel, kom je even, schat? Ik waarschuw je nou, geen flauwekul. Nel, zus. Mijn naam is Jaap, wil ik graag een paar woorden tot jullie richten. En die ga ik dan nu richten. Dat late thuiskomen van ons vanavond is helemaal verkeerd. Gisteravond waren we ook te laat. En van het weekend waren we natuurlijk ook weg. En vrijdagavond idem duplo. En donderdagavond, toen hebben we zitten handje raaien. Jaap heb trouwens nog drie keer ingegaan. Wat Simon wil zeggen is, we bieden onze excuses aan. Om het goed te maken, nemen we jullie morgenavond mee uit. We gaan met z'n vieren gezellig naar Arnold Buisrogge. Wie is dat? Staat hij in de luxe, hoor. Die Nederlandse Elvis Presley. Nee, dat is Pim Maas. Arnold Buisrogge is een hele goede vriend en een buitengewoon bekwame collega van mij. Simon en jullie kennen hem trouwens ook. Hij is net getrouwd en dan vroeg hij of hij eens bij hem langskwam om kennis te maken. Nou, dat wordt natuurlijk een moordavond. Nou, ik weet niet of ik... Oké, Nel. Fantastisch, dat is afgesproken dan. Jongens, wel trusten. Nel, slaap. Kom zo. Ja, zus, we hebben ook een afspraak met Klaas Vaak. Hey. Ja, ga jij maar alvast. Kom er zo aan. Trusten, Nel. Zien. Zus, maak het niet te laat. Nel. Jij weet net zo goed als ik dat ze ons alleen maar meenemen om zelf de deur uit te kunnen. Tuurlijk, tuurlijk. Maar ik zit net te denken, hè, dat onze mannen steeds op stap willen. Dat is misschien onze eigen schuld. Hoezo? Kan jij je de tijd nog herinneren dat ze er niet aan zouden denken om zonder ons op stap te gaan? Ja, tuurlijk, toen we net verloofd waren. Juist. Maar toen deden we er ook alles aan om aantrekkelijk en mooi te zijn. Ja, toen zagen ze ons wel staan. Juist. Dus, zus, gaan wij vanaf vandaag weer helemaal op sexy. Met alles erop en eraan. Gaan we morgen even starten. Mooie jurk kopen bij lampen. Ja. Zullen ze niet weten wat ze zien? Heb jij de sleutel? Hij staat toch open? Dichtgewaaid. Mag ik u naar huis begeleiden? De dames gaan voor. Zus, doe jij boven even open? Karin? Karin, de appeltaart is klaar, schatje. Schiet je een beetje op? Ja, liefje, maar ik ben nog heel even bezig. Goed, ik haal hem vast uit de oven. Hallo, lui. Welkom.
Goedenavond. Ik ben even bezig. Sorry, er staat iets in de oven. Hè. Ik ben zo bij jullie. Ja hoor. Zo. Daar is de kapstok. Even jassen weghangen, zie. Zijn ze geland, hè? Nou, dat hele plan van ons, dat slaat als een tang op een varken. Onderweg lopen ze 10 meter voor ons uit. Ze praten constant met elkaar. In de bus zijn 2 plaatsen vrij. Wie ging er dus zitten? Ja, je kan niet meteen wonderen verwachten. Ze zagen niet eens dat we een nieuwe jurk aan hadden. Dat kwam de daad. En nou we onze jas uit hebben, moet jij ze opletten. Wedden om een kwartje dat ze niks zien. Top. Zo, zien, dat is makkelijk, hè? Zo'n extra kamer. Voor te kaarten en tv te kijken. Ja, hij zat alleen nog een bar om te maken. Jaap, dat was helemaal perfect. Ja. Hé, hey, Nel. Je kan daar je jas weghangen. Zie jij niks aan mij? Ja. Naadjes van je nylon zitten een beetje scheef. Krijg een kwartje van je. Sorry, ik moest even in de keuken zijn. Geef niks, hoor, chef. Wat een schitterend huis is dit, zeg. Heb je dat gezien, Nel? Gele linoleum. Zal het schoon moeten houden. Oh, daar hebben wij een speciale mop voor. Ja, tuurlijk. Oh, en alles zo prachtig ingericht. Dat is het werk van Karin. Oh, ja, joh? Ik dacht dat daar zo'n, hoe heet dat ook weer? Een binnenhuisarchitect dan te pas was gekomen. Ico Kip? Hé? Ja, joh. Van dat bij Wim Kan. Dat ze de telefoon opnemen dat ze dan zegt... Ico Kip, binnenhuisarchitect. Dat was niet echt, joh. Dat was Corrie Vonk. Nou. Oh ja, dat is de mijne en die is van hem. Aangenaam. Hoe maakt u het? Ach, ik zal even uw jassen weghangen. Mijn vrouw komt zo. Is nog even bezig. Ja. Zeg, Nel, mevrouw Buizerog wil straks wel even een complimentje maken, hè, over de inrichting. Misschien heeft ze voor jou ook nog een paar tips voor bij ons thuis. Ja, wat voor kleur emmers ik moet neerzetten als het weer eens lekt. Zo. Kijk in Japan. Die bloemen. Die zijn echt. Ja, mooi, hè? Net kunst. Zo, gezellig. Hè? Dat hadden we alles veel eerder moeten doen. Ja. Aha, mijn vrouw. Hallo, iedereen. Je ziet er fantastisch uit, schat. Mevrouw Kooijman. Hoe maakt u het? Mevrouw Stokvis. Prettig kennis met u te maken. Meneer Kooijman. Mevrouw Buizerogge, de chef heeft al heel veel over u lopen vertellen. En ik dacht altijd dat hij liep op te scheppen. Maar nou dat ik u zie, besef ik dat hij zich nog maar hebt lopen inhouden. En meneer Stokvis. Indrukwekkend. Oh, wat enig dat u er allemaal bent. Zullen we gaan zitten? Wat een beeldige jurk hebben u al. Ach ja, dank u. Ik zag het meteen dat u binnenkwam. Ja, en in Frankrijk noemen ze zo'n jurk chic. Ja, een hele chique jurk. Ja, dat is klassiek. Ja. Blijf altijd in de mode. Ja. Ja, misschien moet u eens een keer met Nel gaan winkelen, dat u wat voor eruit zoekt. Ze hebben een nieuwe jurk nodig. Oh, dat lijkt me enig. Wat boffen wij, hè? Met mannen die er oog voor hebben voor wat we dragen. Nou. Nou, en ik ben helemaal een bofkont. Als Karin iets voor zichzelf koopt, dan koopt ze ook altijd wat voor mij. Oh, ja? Nou, dat hoor je niet veel, mevrouw Buizerogge, dat een vrouw een man wat geeft. Nou, ik zit net te denken dat ik je iets ga geven. En ik denk dat je dat heel gauw krijgt ook. We gaan een keer naar de lijnbouw, mevrouw Kooijman. Mensen, laten we niet zo stijf doen, hè. Dat ge u de hele tijd... Laten we elkaar bij de voornaam noemen. Nou, dat is een goed idee, Arnold. Arnold? Wat klinkt dat ineens gek, hè? Ik zeg eigenlijk nooit Arnold. Maar zo heet hij toch? Jawel, maar wij geven elkaar altijd koosnaampjes. Koosnaampjes, wat een leuk idee heb jij zeker bedacht. Mm-hmm. Geven jullie elkaar nou het koosnaampjes dan? Nou, ik weet er wel een paar. Arnold noemt mij...
mij altijd Poezelontje. Omdat ik zo graag geknuffeld wil worden. En ik noem hem dan altijd Pinky. Pinky, wat een goed idee! Geniaal! Ja, hè? Je moet gewoon een opvallend punt zien te vinden bij je man. En zo noem je hem dan. Oh, zo. Geef mij eens een sigaret. Bulletje. Wat nou, Bulletje? Bulletje. Oh, wat een enige naam. Vind je dat echt? Ja, echt. Ik vind het schattig. Oh, en die jongens op de kegelclub natuurlijk helemaal. Nelly, nou heb jij geen vuur. Geef niet, ik pruim. Wat Bulletje? Steek hem straks wel op. Jongens, er staat een heerlijke appeltaart in de keuken. Die zal inmiddels wel afgekoeld zijn, zeg jullie toch mee, hè? Ja, dan kun je me midden in de nacht voor wakker maken. Ik vind die prettig. Wat jij, Poezeloentje. Zeg, de koffie zal ook wel bruin zijn, hè? Oh, mag ik dat een keertje doen? Als Arnold er niet aan dacht, hè, dan zouden wij volgens mij nooit eten. Al onze vrienden zeggen ook altijd, die twee die leven van de liefde. Wacht, ik help je wel even, Poezeloentje. Nee, ik help wel, Pinky. Nee, ik doe het wel, Bulletje. Oh, dat is echt geweldig, hoor. Nou, dat maakt niet uit, dan brengen we alles in één keer naar binnen. Hé, die Bulletje van jou, hè, die is om op te eten. Dank je, net ziek geweest. Dat is toch niet te geloven, hè? Als die etalagepop zegt, spring maar van de Maasbrug en af, dan doen ze dat ook nog. En dat geslijm over die inrichting? Een binnenhuisarchitect. Zeker eentje met een rood-witte stok. En dan dat gedoe over die jurk. Maar vrouw Buisrog, hè, die raakt nooit uit de mode, hoor. Nee, vind je gek? Die is nog nooit in de mode geweest. Die heks, ze kent alle trucs en ze werken ook nog. Zo is die man om de heen draaien. Lijkt wel een hondennummer. Ja, ze springen door elke hoepel die zij ophoudt. Weet je wat? We gaan naar huis. Hoofdpijn? Hoofdpijn. Ja, nou, dat is voor een helder. Die ideale droomkeuken. Ja, en dan die grote ijskast, dat is heel handig. Want dan hoef je je bier zomers nooit meer in een tuiltje te leggen. Dat is de lekkerste appeltaart die ik ooit geproefd heb. Die heb jij zeker gemaakt. Nee, Pinky. Ik heb geen tijd vandaag. Ik heb heel de dag bij de kapper gezeten. Oh, ja, je kent natuurlijk ook niet alles tegelijk. Suiker en melk. Dank u, ik hoef helemaal niks. Oh, kopje thee dan, een glaasje melk misschien. Nee, ik heb ineens een barstende hoofdpijn. Wat vervelend nou. Wil je misschien een aspirientje? Nee hoor, nee, heel vriendelijk. Maar als ik zo'n aanval heb, hè, dan kan ik het beste maar meteen naar huis gaan. Ja, dan kunnen we maar beter meteen weggaan. Wat jammer nou. Als jullie thuis zijn, zus, stop jij Nel dan even lekker onder de wol. We gaan met z'n allen. Ik heb met je te doen, Nel. Ja, ik heb zelf ook wel eens last van migraine. Ik weet hoe erg dat kan zijn. Nou, dan pak ik de jas maar vast, hè. Arme Arnold. Heeft die aanvallen zo erg? Zou je misschien allergisch zijn voor iets hier in huis? Zou me niks verbazen. Oh, ik vind het zo jammer dat jullie nu al weg moeten. Anders had ik nog even mijn garderobe kunnen laten zien. Oh, nou, dat kent er nog wel even, Nel. Ander keertje. Ik vond het zo enig dat jullie er allemaal waren. Echt, het was zo gezellig. Ja, vind je het gek met zo'n gastvrouw? Ik heb het in tijden niet zo naar mijn zin gehad. Mag ik van deze woorden de echo zijn? Ja. Morgen is het vast wel beter. Hè? Hoop het maar. Nou, tot ziens, hè. En bedankt voor alles. Jullie blijven toch niet met die appeltaart zitten? Nee hoor, die komt wel op. Nou ja. Wel bedankt voor het gezellige avondje. Wat vloog de tijd voorbij. Ja, we moeten het gauw nog eens overdoen. Weet je wat? Morgenavond. Goedenavond. Thank you.
Hallo, Tarzan. Hi, Nel. Ik dacht dat er nooit een einde aan deze dag zou komen. Ik ben zo blij dat je er bent. Heb jij spiritus gedronken? Ik drink van jou. Jij bent me naar het hoofd gestegen. Nel, is het eten klaar? Helemaal geen tijd gehad. Ik heb de hele dag bij de kapper gezeten. En ik kan nu helemaal niet alles tegelijk. Maar dat moet jij toch begrijpen. Waar heb je het over? Ik wil eten. Wat nou eten? Wij eten van de liefde. Kus me. Even opnieuw mijn lippen doen. Ben zo terug, tijger. Ik noem jou tijger, want ik ben jouw krijger. Ja! Ja! Wat me nou toch gebeurt, zeg? Ik kom thuis, zus springt bovenop me en begint me helemaal af te lebberen. En toen? Ja, ik ben weggerend. Ik dacht dat ik in de verkeerde flat zat. Waar is mijn kleine poedel? Poedeltje? Ja, ja, zo noemt ze me. Maar als ik thuis kom uit de riool, heb ik altijd zo'n natte neus. Poedel, kom eens even bij mama. Kom eens even, poedel. Kom maar even. Wat heeft dit allemaal te betekenen, Nel? Ja, dat weet je best. Hoe je eruit ziet, hoe je praat, wat je doet. Dat is de bedoeling. Nelly! Val me mee dat je mijn naam nog weet. Dat je geen Karin zegt. Karin? Oh! Nee. Nee, joh, die Karin, dat deed ik maar alsof. Die kan me helemaal niks schelen. Ik deed zo vanwege Arnold. Ik bedoel, die wordt binnenkort chef. En het leek me geen onaardig idee om al een beetje vriendjes met hem te worden. Waarom heb je dat dan niet gewoon gezegd? Spijt me. Ja, daar heb ik wat aan. Ik ben een ezel, Nel. Niet zomaar een ezel, maar de grootste ezel die er bestaat. Je bent lief, je bent geweldig, je bent schitterend. He, als je hier nou zo de deur uit zou lopen, had ik niks te zeggen. Jij verdient een man veel beter dan ik. Er zijn er wel duizend die jou willen. Ik wil er helemaal geen duizend. Ik wil er maar één. En dat ben jij. Schat. Je bent het einde.